Welkom allemaal bij het webinar Leren, ontmoeten en netwerken voor de culturele sector in Overijssel. Vandaag nemen jullie mee in de kennislijn van het versterkingsprogramma voor de culturele sector in Overijssel. Via dit versterkingsprogramma investeren wij in een toekomstbestendige culturele sector en we hopen daarmee een veerkrachtige, ondernemende, innovatieve sector te bereiken. En dat doen we via drie sporen. Het eerste spoor is een regeling versterking maakklimaat, waarin we projecten en programma's ondersteunen die gericht zijn op talentontwikkeling en nieuw cultuuraanbod. Het andere spoor is een faciliteitenaanbod dat richt zich op subsidiemogelijkheden voor de innovatie in de sector, voor digitalisering in de sector. Ik noem maar even de MKB-vouchers als voorbeeld. Maar ook een regeling die gericht is op experiment en crossovers. En daarvoor hebben we de regeling experimenten powered by cultuur. Maar vandaag zoomen we in op de kennislijn binnen dit programma. En deze kennislijn is gericht op het ontwikkelen van de sector zelf, het leren, het leven lang leren en juist van de mensen in de sector die daar werken, omdat we denken dat we daar op te investeren hebben. Want het is niet vanzelfsprekend binnen de culturele sector dat er voldoende middelen zijn en ruimte is voor de mensen om zichzelf te ontwikkelen. En dat doen we onder het thema leven lang leren. Dan richten we ons op ondernemerschap, op leiderschap en op kennis delen. En daar nemen jullie vandaag in mee. We hebben gasten in de studio en de nieuwe regeling die we daarvoor hebben ontwikkeld voor het leren, ontmoeten en netwerken gaan we jullie verder op meenemen. En nu schuift aan in de studio Freek van der Heijden van de Stadkamer in Zwolle, adviseur. Welkom Freek. Dag Marieke. In de studio. Jij beweegt je midden in de samenleving, hebt heel veel contact met allerlei culturele organisaties en met amateurkunstverenigingen. Herken jij die behoefte van leren, ontwikkelen en kennis delen? Kun je daar iets over vertellen? Ja, zeker. En je kunt inderdaad de culturele instellingen onderscheiden in twee delen. Je kunt zeggen, we hebben de amateurkunstwereld, de amateurkunstgroepen, en je hebt ook de professionals. En als we ze even uit elkaar halen, de amateurkunstgroepen hebben heel sterk de behoefte om meer te leren, meer te weten te komen van het hoe. Hoe gaan we er nou voor zorgen dat we een toekomstbestendige amateurkunstorganisatie zijn? Hoe gaan we ervoor zorgen dat we de leden die we hebben aan boord houden? Hoe gaan we ervoor zorgen dat we voldoende geld binnenkrijgen om al die veranderingen tot stand te brengen? Dus dat is voor de amateurkunstsector heel belangrijk. En voor de professionele organisaties, nou ja, de gast zometeen die kan daar denk ik veel meer over vertellen, maar wat ik daarvan hoor is dat het heel belangrijk is dat ze weten hoe ze de onbereikbaren moeten bereiken. Hoe zorgen we ervoor dat we nieuw publiek binnenkrijgen? Hoe zorgen we ervoor dat we relevant zijn? Dus het wat, dat is wel ongeveer duidelijk. Wat moeten we doen? Namelijk go with the flow, hè, ga mee met de veranderingen in de samenleving. Maar het hoe, dat is heel belangrijk. Ja, en ik hoorde jou zeggen, thema als publieksbereik, heb je nog meer thema's die heel erg spelen, zeg maar, waar het gaat om behoefte aan ontwikkelen binnen de sector? Nou ja, publieksbereik is een ding, maar ook de deskundigheidsbevordering. En dan denk dan aan deskundigheidsbevordering op het gebied van de artistieke kant, zal ik maar zeggen. Dus hoe zorg ik er dan voor dat ik als artistiek leider van een club ervoor dat nieuwe publiek weet te bereiken? Met programma's die aanspreken. Dus dat is een element. Ook natuurlijk het hele commerciële verhaal. Hè. Je moet er wel voor zorgen dat je, laat ik maar zeggen, smeuïg in beeld komt. Dat je wel goed je verhaal weet te vertellen. Dus dat zijn ook zaken die absoluut spelen. Oké. Okay. En hoe motiveer jij jouw contacten, instellingen, organisaties, maar ook misschien wel mensen die werkzaam zijn? Hoe doe jij dat? Ja, er is niet één middel voor. Ik zou zeggen, probeer zoveel mogelijk. Wat we doen bij Stadkamer is het faciliteren van deskundigheidsbevorderingen, bijeenkomsten. We hebben er bijvoorbeeld binnenkort één op het gebied van het gebruik van social media voor verenigingen. Maar dat doen we dan niet alleen voor de culturele sector. We organiseren dat samen met Zwolle Doet, dat is de vrijwilligerscentrale in Zwolle. En met Sportservice Zwolle, de sportkoepel. En we zetten het breed uit onder al onze, onder onze achterbannen, zou je kunnen zeggen. En we verzamelen iedereen bij elkaar. Dus we leren dan niet, de culturele sector leert wat van hoe sport het doet. Sport leert dan weer een beetje van, laten we maar zeggen, het leger des heils. Nou ja, goed. En zo proberen we mensen ook bij elkaar te brengen die niet in eerste instantie bij elkaar zouden kruipen. Dat is een element. Maar ook puur artistiek proberen we dat ook wel te helpen, te stimuleren door inspiratiebijeenkomsten. We hadden bijvoorbeeld tijdens Ik Toon in Zwolle, hadden we een hele mooie in het Perron Theater, het thuiszong van de jonge honden. Dat ging echt over, ja, oké,
oké, hoe maken we nou theater in Zwolle anno 2021? Wat kunnen wij nog eens uitproberen? Welke kant kunnen wij nog eens op? 6 verschillende theatergroepen die daar bij elkaar kwamen, amateurkunstclubs, die echt een hele mooie avond hadden. En die elkaar ook weer input gaven op ideeën. Echt geweldig. Hartstikke mooi. Want ik hoor jou zeggen, hè, je zegt eigenlijk je moet dat niet de organisatie voor zichzelf doen. Hè? Anders zitten ze op een eilandje wellicht. En je brengt partijen dus heel erg samen. Ja. Wat is daar het meeste, wat levert dat vooral op? Heel veel energie. Dat vind ik zo mooi om te zien. Ook, we hebben ook een groep met, dat is ook een appgroep, maar we troffen elkaar voor corona 1 keer in de 5-6 weken. Dat is de Leuke Koren Club. Ja, zo heet die app ook, de Leuke Koren app. Dat zijn allemaal popkoren, een stuk of 8, 9 in Zwolle. En die komen dan bij elkaar. En na die tijd is het altijd, god wat leuk, het is op een vrijdagavond. Dat je denkt, nou dan heb je misschien toch ook nog wel wat anders te doen na een week werken. Maar die komen bij elkaar. Die zijn dan 1 uur, 1,5 uur bij elkaar. En die delen van alles met elkaar. Wat nieuwe concerten, nieuwe ideeën. Goh, wat een gedoe met het zoeken van een nieuwe penningmeester. Ja, maar heb je wel eens hier en hier aan gedacht? Dus wat levert dat op? Is vooral heel veel energie. Mensen die ook bij elkaar gaan kijken. En ook weer op die manier van elkaar leren. Mooi. En heb je nog andere mooie voorbeelden die jou echt inspireren als het gaat om dit onderwerp? Ja, een heel actuele. Gisteravond hadden we een prachtige bijeenkomst in het kader van muziekonderwijs in Zwolle. En dat ging dan, het was een avond die werd georganiseerd door de muziektafel in Zwolle. Dat is een heel club, een hele grote groep van mensen bij elkaar. De pabo's, de artest, nou, heel veel basisscholen. En dat ging over hoe kunnen we er nou voor zorgen dat er binnen en buiten schooltijd of onder de schooltijd en daarna goed muziekonderwijs wordt gegeven. En dat was ontzettend, dat was weer heel erg leuk. Mm. En die verenigingen, er werden ook meteen, letterlijk naast mij zaten 2 mensen die zeiden, ah, doe me even je adres, dan maken we een keer een afspraak, dan gaan we kijken of we iets samen kunnen doen. Ja, dat is heel tof. En we hebben recent Cultuur in de Wijk gehad. Cultuur in de Wijk, dat is ook een heel mooi, nou je ziet hier het voorbeeld achter me. Cultuur in de Wijk is een prachtig voorbeeld van waar kunst en sociaal domein bij elkaar komen. Welzijnsinstellingen in Zwolle, kunstenaars en die staan dan onder leiding van iemand die veel weet van community art. Die komen bij elkaar in een wijk, in dit geval Westenholte, waar het algemene beeld is van, nou, er mag wel een beetje reuring in. En die zorgen daarvoor met elkaar. En je ziet het in de foto, oud en jong. Die jongen die daar staat, die op zijn telefoon zit te kijken, die heeft een dijk van een rap gemaakt. En die werd daar 2 keer ten gehore gebracht tot met heel veel succes. En er waren ouderen, er waren jongeren. Ik vind dat een schitterend voorbeeld van hoe crossovers tot stand kunnen komen. Maar ook hoe welzijnsinstellingen kunstenaars kunnen inspireren en andersom. Ik hoorde iemand zeggen, dat vind ik zo'n prachtige uitspraak. Dit is een project waardoor ik word geïnspireerd om te kijken vanuit het perspectief van een ander. Laat die maar even landen. Mooi. Maar het is echt een, dat doet zo'n project. Nou, dat is volgens mij een hele mooie quote om nog langer over na te denken. Dankjewel Freek voor deze inspirerende voorbeelden. En we gaan door naar, zeg maar, even inzoomen verder op de kennislijnen, met name concrete stand van zaken, wat wij als provincie daarin doen. Dankjewel Freek en tot een volgende keer. Heel graag. Zojuist heb ik in vogelvlucht verteld waar het programma Versterking Culturele Sector over gaat. En heb ik even kort toegelicht wat wij willen binnen de kennislijn. En nu wil ik jullie even meenemen wat wij dan concreet doen aan activiteiten binnen die kennislijn. En waar de provincie op investeert. Allereerst doen we dat met het mogelijk maken van intervisiebijeenkomsten voor mensen die werkzaam zijn in de culturele sector. We hebben daar een oproep voor gedaan. Er zijn nu een aantal groepen die op gezette tijden bij elkaar komen en onder begeleiding van een professional aan intervisie doen. Dus zo op die manier samen verder groeien en zich verder ontwikkelen. We blijven investeren in netwerkbijeenkomsten en workshops en natuurlijk ook in ons congres, wat op 2 december dit jaar weer plaats gaat vinden. We hebben ook regelingen die zich richten op kennis delen. Die komt straks aan de orde. Daar krijg je alles over te horen over de nieuwe regeling die we daarvoor hebben. En we hebben een leiderschapsleergang mogelijk gemaakt. Een Link in Overijssel. Een Link is een leiderschapsprogramma wat door de Universiteit van Utrecht wordt begeleid. En waar leiders binnen de culturele sector via een leergang zich verder kunnen ontwikkelen. Dat is een leergang voor leiders en dat is gedurende 9 maanden. Die start in Overijssel met 13 leiders. En in dat leerprogramma richten zij zich op een aantal thema's. En die thema's zijn onder andere persoonlijk leiderschap, waardecreatie, impact, innovatie en verandervermogen.
En van die 13 mensen die mee gaan doen, is Pim Kokkeler een van die personen die zich daarvoor heeft aangemeld en die daarmee aan de slag gaat. En in het volgende filmpje vertelt hij zijn motivatie waarom hij daaraan mee gaat doen. Hey, ik doe mee aan het versterkingsprogramma Link in Overijssel, omdat ik graag samen met de andere deelnemers wil werken en leren van elkaar. Ik ben benieuwd hoe andere disciplines in de culturele sector fungeren en wat ik daarvan kan leren. Daarnaast heb ik voor mezelf ook een aantal vraagstukken. Bijvoorbeeld hoe ik het bedrijfsleven beter zou kunnen koppelen aan de culturele dingen die ik zelf doe bij het Booster Festival en ook op het conservatorium in Enschede. En ook als muzikant ben ik daar erg benieuwd naar. Tot zover. Ja, dankjewel Pim. En bij deze heel veel succes. En wellicht inspireert het jou en denk je van, oh, dat is interessant. De provincie is voornemens om ook in 2022 nog in ieder geval een leergang te gaan starten. Dus houd even in de gaten en denk alvast over na. Naast deze leergang hebben we ook Generator. Generator is een talentontwikkelingstraject voor talenten in Oost-Nederland. En dat zijn talenten die werkzaam zijn binnen de culturele sector en die zich willen verder ontwikkelen om uit te groeien tot zakelijk leider of creatief producent. Zij worden hierin begeleid door Oost-Nederlandse gezelschappen, waaronder Oostpol, Zonnevank en Fion. En zij nemen eigenlijk een talent onder hun arm, nou, noem het een traineeship, gedurende een jaar, zodat die zich verder kan ontwikkelen en doorgroeien. En Sanne Oostinga is een van die talenten die zich daarvoor heeft aangemeld. En ook zij wil heel graag vertellen waarom zij aan de Generator meedoet. Waarom ik meedoe aan de Generator is omdat het is een plek waar je naast dat je werkervaring opdoet, ook wekelijks bij elkaar komt met een kleine groep mensen. En ik merk dat doordat je kan natuurlijk heel veel leren doordat je het gewoon doet en zelf probeert uit te vinden. Maar ik merk dat het heel fijn is om nu op een plek te zijn waar je gewoon tijd neemt voor bepaalde thema's, onderwerpen. Dat je heel veel van leert om dat met elkaar ook te bespreken, kennis te delen. Er komen ervaringsdeskundigen langs, maar je hebt dus ook de werkervaringsplek waar je leert. Er is intervisie is onderdeel van het programma. Loopbaan, begeleiding. En dat vind ik eigenlijk heel mooi aan het programma. En ik hoop er veel meer te leren over de zakelijke kant van het vak, van het produceren. En op die manier ook hierna stevig in mijn schoenen te staan. Meer te weten van meer verschillende thema's en onderwerpen. Nou, ook voor Sanne heel veel succes. En wellicht inspireert het jullie om ook, wie weet, volgend jaar daarop in te stappen. Nou, naast al deze dingen investeren we ook in platformen die zich richten op kennisdeling. Onlangs is het erfgoedplatform Overijssel gelanceerd. En in de studio schuift aan Vincent Robijn van Collectie Overijssel, voorheen het HCO. Klopt. Welkom in de studio. En Vincent, het erfgoedplatform, wat is de ambitie daarvan? Wat kunnen mensen daar vinden? Het erfgoedplatform is een initiatief wat we genomen hebben met verschillende erfgoedorganisaties in deze provincie om echt kennis te delen. Kennis vanuit professionele instellingen en die ook te laten landen bij clubs, bij organisaties die vanuit meer vrijwilligheid aan het erfgoed werken. En dus eigenlijk een uniek initiatief omdat voor het eerst het hele brede erfgoed gecoverd wordt, als dat al een goed Neder-Saksisch woord is. Dat gaat dan om Landschap Overijssel. Die doen natuurlijk heel veel met het landschap op allerlei manieren. Over het Oversticht, het gaat over Collectie Overijssel, dus het voormalige HCO. Het gaat over de museumfabriek voor de museale collecties. En het gaat over een landelijke club en dat is het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. En die hoeden zich over gebruiken, ambachten, maar bijvoorbeeld ook het Bloemencorso in Vollenhoven, het Midwinterhoornblazen. En wat je ziet in deze provincie is dat er in vergelijking tot andere provincies van oudsher niet een centraal erfgoedhuis is. Dat heb je in Brabant, dat heb je in Zuid-Holland. Dat is vaak een instituut dat gericht is op kennisdeling en op productontwikkeling en dat hebben wij niet. En wij dachten, we hoeven niet zozeer een instituut op te richten, maar laten wij nou proberen om vanuit het netwerk, vanuit de contacten die we al hebben, de ondersteuning te gaan bieden en dan vooral natuurlijk eerst digitaal, want we beginnen digitaal. Daarvoor hebben we dat platform opgezet, dat is Erfgoedplatform Overijssel. En daar brengen we eigenlijk al ons bestaande ondersteuningsaanbod voor het eerst echt samen. Dus van welke organisatie je ook bent, of het nou gaat over het landschap, over monumenten, over archieven, over museale collecties. Mm-hmm. We brengen die kennis samen, zodat het hele brede erfgoedveld daarvan kan profiteren.
En wat kan ik daar nu concreet vinden? Kun je een voorbeeld noemen? Nou, je ziet hier Jeroen, een vrijwilliger die in Twente op allerlei, bij allerlei clubs actief is. Onder andere bij de Oudheidkamer Twente. Die collecties toegankelijk maakt en presenteert naar het publiek. Wat je ziet is dat, dit soort clubs en verenigingen graag meer ondersteund willen worden. Bijvoorbeeld bij het nieuwe publieksbereik. Je hoorde Freek daar ook al over vertellen. Van, ja, hoe bereiken we nou nieuwe doelgroepen? Maar ook, hoe krijg je nieuwe vrijwilligers überhaupt? Binnen. We hebben vaak te maken in de erfgoedsector met toch een vergrijzend vrijwilligersbestand. Mm-hmm. En het is fijn om daar natuurlijk vernieuwing in aan te brengen. Dus dat vind je daar, tips en trucs over hoe je nieuwe vrijwilligers haalt. Maar ook hoe je een collectie registreert en goed behoudt. Dus het gaat van heel praktisch naar wat meer hoog over. Je kan ook denken aan hoe ga ik social media inzetten om juist mijn collectie of mijn organisatie wat meer voor het voetlicht te brengen. Dus wij willen heel gericht cursusaanbod, workshops aanbieden die vooralsnog eerst digitaal zijn, maar langzamerhand moeten ze ook fysiek gaan plaatsvinden. Oké. En hoe krijg je het voor elkaar dat partijen daar hun aanbod aanbieden en dat zij hun kennis willen delen? Wat is daarvoor nodig? Wat merk jij daarvan? Vooral het woord verbinding is daarin natuurlijk een hele belangrijke. Het is misschien een beetje een platitude, maar het gaat er wel om dat je elkaar kent en ook samen denkt. Maar we hebben als professionele organisaties, die vijf die zich nu verbonden hebben, vinden we ook voor onszelf een opdracht, gelukkig ondersteund door de provincie Overijssel, om dat hele brede erfgoedveld beter te bedienen. Dat begint dus bij samen het belang inzien. Daarom hebben we ook samenwerkingsovereenkomst met elkaar getekend als directeuren. Dat hoort erbij. Directeuren horen dan een handtekening te zetten onder zo'n document. We staan met z'n allen op een podium. Dat hebben we laatst in Raalte in het Hoftheater gedaan. En dat is niet alleen symbolisch, maar het is ook echt een belangrijke start om dit samen te doen. Dus enthousiasme, commitment, dus echt dat we het samen gaan doen. En ook durven denken buiten de kaders van je eigen instelling. Hè? Want ik had natuurlijk ook als directeur van Collectie Overijssel, voormalig HCO, kunnen zeggen, ja, dit is niet mijn taak en ik zit alleen maar op mijn archiefkant. Maar we hebben zoveel kennis in huis die juist ook in het veld zelf heel nuttig is. Dus durf ook buiten je instelling te denken. Dat is eigenlijk, en wij als organisaties vinden dat we dit moeten doen. Nou, mooi. Durf dus buiten je instelling te denken. Zet je deuren open. Heel mooi. Dankjewel, Vincent, voor dit inspirerende verhaal. En ik denk dat mensen erfgoedplatform Overijssel.nl zal het zijn, schat ik in. Klopt. En mochten ze vragen hebben, dan kunnen ze daar terecht. Dankjewel. En, dankjewel. Intussen aangeschoven hier in de studio Ineke van Balen. Welkom. Ja, dankjewel. Jij gaat ons meenemen in de nieuwe subsidieregeling Leren, Ontmoeten en Netwerken, die op dit moment al openstaat. Ja, dat is waar. Mm-hmm. Nou, vertel, waarvoor kunnen mensen aanvragen? Ja, wij hebben vanuit de kennislijnen waar je net al over vertelde, nagedacht over hoe kunnen we nou eigenlijk een brede groep in de culturele sector ook zorgen dat hun deskundigheidsbevordering op peil komt. We hebben gemerkt dat het heel lastig is qua kosten. Hè? Dat het is best wel een investering in opleiding. En wij denken met deze regeling daar een heel mooie handreiking te doen. Zodat het als een aanvulling op het opleidingsbudget van culturele organisaties gebruikt kan worden. Hiervoor hebben we de regeling Leren, Ontmoeten en Netwerken in het leven geroepen. En ik ga wat daarover vertellen. Ja. Waar die voor bedoeld is bijvoorbeeld. Hè? Ja. Wel fijn om te weten. Wij wilden het een brede regeling laten zijn. Dus wij hebben gedacht dat het zowel voor de amateurorganisaties als voor de professionele organisaties gebruikt kan worden. Zolang je maar tenminste 6 maanden ingeschreven bent bij de Kamer van Koophandel. Oké. Ja. En welke activiteiten kun je dan, waarvoor kun je dan aanvragen? We hebben eigenlijk 2 soortige activiteiten en er moet altijd sprake zijn van een combinatie. Als je dan op de PowerPoint is al te zien, hè, de eerste activiteit moet gaan over deskundigheidsbevordering van culturele organisaties. En daarbij kan je denken aan deelnemen aan een congres bijvoorbeeld, of een cursus, of een workshop. En daarbij hebben we wel gezegd van, nou, dat moet wel over bepaalde thema's gaan. Mm-hmm. Het gaat dan over ondernemerschap, over impact, over governance, over gastvrijheid, vrijwilligersbeleid, ook een aantal dingen die ik net ook al Freek hoorde vertellen. Dat zijn dingen die wij onder de eerste activiteit scharen. En ik zei net al, er moet een combinatie zijn. Dus je moet ook op de tweede activiteit netwerken en ontmoeten. En daarbij kan je denken aan excursies, werkbezoeken, als er maar sprake is van uitwisseling.
En waarom vinden wij dat belangrijk, dat het ook moet gaan om netwerken en ontmoetingen? Omdat wij eigenlijk van mening zijn dat het wel goed is om die deuren te openen. Hè? Dus je ziet wel vaak dat culturele organisaties met zichzelf bezig zijn, met soms overleven, wat ook heel begrijpelijk is. Maar wat we net ook al van Freek hoorden is hoe goed het is om eens een keer een kijkje bij elkaar in de keuken te nemen. Dat je daarvan leert, dat je weet wat de buurman doet, zeg maar. Ja, ik zal hem even doorklikken. Hier staat het al, hè? Uitwisseling van kennis, organiseren van excursies en werkbezoeken. En wat ik nog vergeten ben daarbij te zeggen, is dat wij wel tenminste in totaal zo'n 20 mensen willen dat die deelnemen aan deze activiteiten. En hoeveel budget kun je dan aanvragen? Dus waar hebben we het dan over? Het budget waarvoor je kan aanvragen is een bedrag van €5.000. Je ziet het al hier, wij kunnen op volgorde van ontvangst gaan we de aanvragen in behandeling nemen. En dat betekent dat het redelijk snel en simpel af te handelen is. Dus het budget is in totaal €90.000. Dus om en nabij zo'n 18 tot 20 aanvragen kunnen we honoreren. En voor wanneer moet iedereen de aanvraag indienen? Je zei het al, we hebben hem al opengesteld. Ja. En we hebben uiterlijk 3 december moet de aanvraag bij ons binnen zijn. En heb je dan misschien nog voorbeelden, hè? Want 3 december is al snel, waarvan je denkt, nou, als je dan een aanvraag wil indienen, is dit misschien wel een mooi voorbeeld? Ja. Je kunt bijvoorbeeld denken aan, stel dat jij met een aantal mensen uit je organisatie naar een vakinhoudelijk congres zou willen. En dat bijvoorbeeld zou combineren met een cursus bestuurlijke vernieuwing. Ja. Dat zou heel mooi passen in die eerste activiteit. En je zou dan ook een hele mooie, een soort werkbezoek of inderdaad even een uitwisseling met een andere organisatie, bijvoorbeeld in een andere provincie, als tweede activiteit kunnen nemen. Dus dat zijn de voorbeelden waar wij zelf aan denken, waarvan we denken, nou, dat zou prima in deze regeling kunnen passen. Mooi. Ik denk dat er wel veel mensen interesse hebben, want dat klinkt heel erg goed. Ja, ik hoop het wel. We hebben volgens mij nog nu geen aanvragen. We zijn ook nog net open. Maar goed, wij zijn open en dien vooral je aanvragen in. En als mensen vragen hebben over deze regeling, waar kunnen ze dan terecht? Ik denk dat het handigst is voor deze regeling om bij het subsidieloket je vooral je vragen te stellen. Het is een vrij technische regeling. En je kunt natuurlijk ook bellen. Dat is 038-499-8899. En ik denk dat de meeste mensen mij ook wel weten te vinden. Dus mocht je vragen hebben, je kunt mij ook mailen of bellen. Nou, Ineke, dankjewel. En ik ben benieuwd. Het inspireert. En ik denk dat er een oproep is om uiterlijk 3 december vooral je aanvraag in te dienen en deze kans aan te grijpen. Dankjewel. Graag gedaan. En dan is eigenlijk hiermee het webinar ten einde. En wil ik iedereen bedanken voor het kijken naar dit webinar. En vooral, ik hoop dat we jullie hebben geïnspireerd om of mee te doen aan een leergang of zelf je deuren te openen. En maak dan ook gebruik van deze nieuwe subsidieregeling die daarvoor openstaat. En ik roep jullie op en dan hoop ik van harte dat we elkaar fysiek kunnen treffen op ons cultuurcongres op 2 december in Kampen. Daar kun je je vandaag nog voor aanmelden. Dus ik hoop tot ziens en tot dat moment.